Minister Robert Peneu heeft gisteren een groep leerkrachten die in het binnenland zal lesgeven, bemoedigend toegesproken. Deze leerkrachten vertrekken binnenkort naar hun standplaats in de verschillende dorpen. De bewindsman gaf aan dat ieder dorp zijn tradities heeft en dat de leerkrachten deze tradities moeten respecteren. Communicatie is erg belangrijk en u moet niet schromen om zaken die niet goed gaan te rapporteren, benadrukt Peneu. Ga op een pedagogische, didactische manier om met dat kind. Er is een probleem in de klas. Je hebt een probleem met die leerling. Het eerste wat je doet als leerkracht, je gaat naar die schoolleider om dat probleem te bespreken. Die schoolleider gaat op dat moment kijken hoe ernstig het probleem is. Is de inspectie nodig om uiteindelijk op die school te komen? Jij als leerkracht moet altijd zorg voordragen dat als je een probleem hebt, leg dat probleem schriftelijk vast, geef het aan je schoolleider. Stuur een cc van dit schrijven naar het hoofdbureau basisonderwijs, mevrouw Hiwi. En wat ik aan jullie wil vragen, ga om als het kind van jou is. Probeer ten volle je in te zetten. Wij van het ministerie gaan zorg dragen dat alle randvoorwaarden geschapen zijn in het binnenland, zodat jij je werk vlot kan doen. De groep leerkrachten bestaat uit meer dames dan heren. Peneu drukt hen op het hart om zich ten alle tijden correct en voorbeeldig te gedragen. Je bent daar gegaan om op een adequate wijze les te geven. Je bent daar om ons onderwijs op te krikken. En u bent daar om de bevelen en de opdrachten van het ministerie strikt te volgen. Onderwijsminister Robert Peneu. Hij heeft gisteren de groep leerkrachten die in het binnenland les zal geven toegesproken. De leerkrachten zijn vandaag naar hun standplaats vertrokken.